een dag als deze, Mark van Oosterhout, kan de wethouder die dit onder zijn portefeuille heeft natuurlijk niet ontbreken. Nee, zeker niet. Het is heel mooi om te zien welke initiatieven dat hier genomen worden. En dat Alzheimer weer wat meer aandacht krijgt in onze gemeente. Dus ik ben heel blij met dit initiatief. Nou hebben we natuurlijk eergisteren op Dolle Dinsdag, zullen we maar zeggen, toch een aantal minder interessante en minder leuke berichten gehoord. Hoe moeten we dat zien in het licht van hetgene wat hier gebeurt? Wat we weten is dat gemeenten steeds meer taken gaan krijgen op het gebied van de WMO. En Alzheimer en alle dagbesteding die daar omheen hangt, is daar een hele belangrijk onderwerp bij. Dus we zijn ook vanuit de gemeente, maar ook met al die partijen in onze gemeente die daarmee bezig zijn, ons er volop aan het voorbereiden om dat straks zo goed mogelijk op te kunnen vangen. We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet. Ondanks het feit dat het moeilijk zal zijn, weet ik dat het bij jullie zeker leeft in de gemeente. Ja, zeker. En dat het moeilijk is, dat weten we ook. Dat we flinke financiële klappen op moeten vangen, dat weten we ook. Maar ik weet ook dat we hier in onze gemeente kunnen vertrouwen op heel veel vrijwilligers en heel veel hele goede professionals. Zoals bijvoorbeeld een dementieconsulent als Jos Gorissen. En ja, dat geeft wel vertrouwen voor de toekomst, ja. Jos Gorissen, dementieconsulent. Dit zijn toch wel speciale dagen, hè? Ja, dat zijn zeker speciale dagen. Wereld Alzheimerdag. Bedoeld om goed aandacht te geven aan het steeds groeiende probleem van dementie en Alzheimer. Ja. Want hoe ziet de toekomst eruit van het behandelen van Alzheimer? Het is niet te behandelen, nog niet. Maar er gaat heel veel geld naar onderzoek toe. En we hopen dat daar toch, en er zijn goede berichten over, dat er wel medicijnen ook komen die het wel kunnen behandelen. Wat we nu kunnen doen is mensen stimuleren actief te blijven, sociaal actief te blijven, wat het proces heel erg kan vertragen. Organisaties en activiteiten zoals dit, zijn die er voldoende? Het kan nooit voldoende zijn, het kan altijd meer. Maar we zijn op de goede weg, denk ik. We hebben nu deze dag hier op de Poolse Dreef. In Dremmelen de volgende week via de SWO een hele volledige dag. In een korte tijd zijn er heel wat activiteiten natuurlijk. Ondanks het feit dat het meer mag, kun je toch zeggen, gezien de omstandigheden doet iedereen zijn best. Dat kun je niet anders stellen. Iedereen draagt zijn steentje bij en dat is alleen maar goed om te zien. Het is vandaag Wereld Alzheimerdag, voor zover ik heb kunnen zien. En dat betekent een hele hoop activiteiten. En zeker voor iemand die zich met de mantelzorg bezighoudt, Ria van Spijk, zijn dit drukke dagen. Ja, dat klopt. Officieel is het vandaag geen Wereld Alzheimerdag. Officieel is het 21 september Wereld Alzheimerdag. Maar goed, in deze week vieren we dus Wereld Alzheimerdag. En dit is donderdag. En nu, omdat de zorgboerderij nu open is, vieren we het bij de zorgboerderij in Terheide. Wat is precies de rol van de mantelzorg? Want er wordt volgens mij steeds meer. Ja, dat klopt. Er wordt steeds, ja, dat heb je ook al in de politiek gehoord natuurlijk. Er wordt steeds meer van de mantelzorgers verwacht. Hè. Steeds meer zorg moet naar de mantelzorger. Ja, dat is natuurlijk goedkoper of kost eigenlijk niks. Dus ja, ze doen al heel veel en er komt nog steeds meer op hun bordje. Ik zou zeggen heel erg bedankt voor deze wijze woorden en tot een volgende keer. Ja, nou ik wil graag even attent maken van mensen die mantelzorger zijn en graag willen deelnemen aan de Dag van de Mantelzorg. Die we vieren op 7 november in Terheide. Zijn allemaal van harte welkom, kunnen zich aanmelden bij mij. Mariet, voordat het werkelijk gaat regenen heb ik toch wel graag even jou ook aan het woord. Dit is de Dag van de Alzheimer en jullie spelen daar een belangrijke rol in. Is het een speciale dag of zeg je nee, het is business as usual? Nee, het is echt een speciale dag. Het is toch een dag van de zorg voor mensen die Alzheimer hebben. En die dus hier overdag komen en toch een goede dagbesteding hebben. Nou is dit best een dure aangelegenheid. Daar moet geld voor zijn. Waar komt dat in vredesnaam vandaan? Ja, het komt nu nog. Mensen hebben nu nog een indicatie via de AWBZ. Maar goed, dat gaat natuurlijk wel veranderen in 2015. Met alle bezuinigingen die het Rijk voor ogen heeft, weet ik dus niet wat de toekomst brengt. Deze week dinsdag was nog niet bepaald een opwindende dag en een veelbelovende dag voor jullie activiteiten. Nee, want de zorg, daar wordt heel erg op bezuinigd. En ik geloof best dat er op bezuinigd moet worden, maar ik zou het wel heel jammer vinden als mensen die dus toch thuis zitten hier niet meer mochten komen. En dat zit er wel in als het 2015 is en het dus overgaat naar de gemeentes. Die dus dan zelf kunnen bepalen waar ze toch een beetje het geld aan uitgeven. En al veel minder geld krijgen van het Rijk. Om te kijken of we het dan nog wel rond kunnen breien. Jullie hebben een stichting, dacht ik, die ook ondersteunt. We hebben een stichting Vrienden van de Zorgboerderij. Maar goed, die stichting zorgt eigenlijk alleen maar, probeert dus overal geld een beetje vandaan te halen voor wat extra activiteiten.
Dus niet voor de mensen dat ze hier kunnen komen, maar dat we eens een dagje uit kunnen of dat we eens iets extra's kunnen doen. Durf je te zeggen dat het over 5 jaar deze activiteiten er nog zijn? Oeh, ik hoop van wel, maar ik vrees het. Wie moeten we eigenlijk eens heel streng aankijken om daarvoor te zorgen? Ja, de gemeentes. Elke gemeente op zich. Want elke gemeente op zich kan dus bepalen hoeveel geld ze aan dit zouden willen en kunnen besteden. Kunnen inwoners van de gemeente Drimmelen ook iets doen? Ja, promoten. Nou, de ene keer dan zit ik lekker te breien en de andere keer dan ga ik mozaïeken en dan ga ik een stukje wandelen. Of we gaan lekker op de duo fietsen een eentje weg. Maar dan moet het niet regenen? Nee, want dan blijf ik binnen. Ik zit hier op mijn knietjes tussen twee dames en deze dame is... Nelly de Leij. Nelly de Leij en naast mij zit... Gerda Reniers. Gerda Reniers en jullie zijn vaste gasten hier? Wij zijn vaste gasten hier. En heel fijn. En wat doen jullie dan? Aan het breien. Aan het breien en dit lijkt op punniken. Ik doe inderdaad punniken en dan doe ik weer breien en dan doe ik weer andere dingen maken. Zoals op tafel daar staat een creatie van mij en diverse andere creaties. En vandaag zijn jullie in de bonen zo te zien. Al die dingen die jullie maken, daar mag je wat mee doen hier of worden die uitgestald? Wat doe je ermee? Sommige dingen die worden verkocht met de open dag, de jaarlijkse open dag in mei of september. En dan wordt dat weer voor een goed doel bespaard. En wat gaat dit worden met al die rode wol? Ja, gewoon experiment met punniken. Ik heb dat als kind ook heel veel gedaan. En dan was hij een halve meter langer, daar vond ik er niks meer aan. En zo hadden wij overal stukken van een halve meter liggen. Het breien bent u ook niet verleerd? Nee. Wat gaat het worden? Dit gaat een babysokje worden. Ik heb 6 achterkleinkinderen. Kleintjes. En daar ben ik die sokjes voor aan het breien. En als ze allemaal een paar sokjes moeten hebben, dat is 6 keer 2 is 12. Dan ben u nog niet klaar. Dan ben ik voorlopig nog niet klaar. Heeft u wol genoeg? Ja, ik heb wol zat. Ik heb buiten nog wel een aantal schapen zien lopen. Misschien als we die scheren, dat u er wol van kunt halen. Ik ben er voor te vinden. Ja. Heel veel succes. Het gaat gegarandeerd iets moois worden. Moet je toch eigenlijk niet aan denken, hè? Dat je met het rijke land dat we zijn, dat u uiteindelijk tegen ouderen en dergelijke moet zeggen, nee hoor, spijt me, we hebben er geen geld voor. Ja, er is geen geld voor. Zoek het maar uit. Ga maar naar de buurvrouw of de buurman. Of kinderen of wat dan ook. Ja. Ik zie het, het is nog één groot vraagteken. Ja. Nou, laten we hopen dat we dat over een paar jaren zeker weten dat het een uitroepteken is dat we het overleefd hebben. Ja, ik hoop het van harte. En dan kom ik weer wel graag bij jullie terug. Nou, daar rekenen we op. Dankjewel voor je tijd en complimenten voor alles wat jullie vandaag al geregeld hebben. Nou, dankjewel. Ja. Oké. Okay.